Ik kijk omhoog of er wat gebeurt. Is goed. Oké, durf je het aan? Ja, ik durf het aan. Weet je het zeker? Ja, ik vind het wel een beetje eng. Als ik het zo zie, dan denk ik, ja, het is wel hartstikke ongezond. Het is natuurlijk... Nou kom, we gaan het proberen. We gaan het gewoon doen. Kom. Ik vertrouw op de bescherming van onze buitenaardse vrienden. Kijk, dat is hem dan. Een van de eerste Nederlands 5G-masten. Ja, dit is echt... Wat een ding, hè? Ja, zo'n joekel. Dan moet je kijken, dit is dus echt heel triest dat dit dus nou komt. Want dit gaat dus echt een hoop mensen ziek maken. Want vorige week hadden wij een denderend interview. Ja, ik weet het nog. Maar wij waren nog niet weg. En jij werd wakker. Met tekst op je voorhoofd. Ja, dat is echt heel wonderlijk. Al jaren maak ik mee dat ik soms spontaan wakker word. Of ineens voel dat er een branderig gevoel op mijn voorhoofd komt. En dan zie ik ineens een soort blaren verschijnen. En dan verschijnt er een soort teken op mijn voorhoofd. Ja, dat stond op 5G. Ja, en dat stond echt op 5G. En wat voel je nu? Ik voel nu ook een onrust, een soort branderig gevoel, ook wel op mijn voorhoofd. Ja, misschien als we nog iets dichterbij gaan staan, dat je dan... Dit krijg jij door van aliens nu. Ja, dit is echt wat ik doorkrijg van buitenaardsen die zich zorgen maken over deze planeet. Dat het dus echt fout gaat. Ik voel echt dat ik alsof ik in een soort dwangbuis zit, een isolering. En ik voel echt zo'n heel depressief gevoel, zo'n heel drukkend gevoel op mijn hoofd. Ik voel gewoon dat er een waarschuwing is van hierboven. Van kun jij nu proberen contact te leggen met aliens? Ik kan het proberen, misschien dat er wel iets gebeurt. Ik kijk omhoog of er wat gebeurt. Is goed. Op de vader van het universum, bewustzijn dat boven alle sterrenstelsels staat, het bewustzijn dat alles heeft gecreëerd, het bewustzijn dat iedereen het geboorterecht heeft gegeven om hier te leven, willen jullie alsjeblieft je laten zien, willen jullie alsjeblieft op dit moment je laten zien, niet om mensen bang te maken natuurlijk, maar om mensen te laten zien dat jullie echt bestaan. Jullie komen alleen vanuit liefde. Zouden jullie alstublieft een teken willen geven hier in de lucht? Als het niet gebeurt, zijn we ook niet teleurgesteld. We willen niet afdwingen, maar vraag bescheiden of het mag gebeuren. Willen jullie alsjeblieft verschijnen, een teken geven voor de mensen om te laten zien dat we niet alleen zijn? Dank u wel. Denk je dat het kan helpen als ik de hit medley van Jannes draai? Misschien vinden ze dat wel mooi. Ze vinden muziek heel mooi. Muziek is de taal van de ziel, hè? Oh, natuurlijk. Nou. Ja, we gaan het proberen. Doe het maar. Dat ze van Jannes houden. Ja, vast wel. Wie niet? Toch wel, jawel. Ook de buitenaardse allemaal toch goed. Wel. Allemaal ja, goed. Dat is waar. Laten we goed kijken. Ja. Oh nee, dat is een vogel daar. Oh, nee. Ik denk, ja, daar gaat iets, maar... Ik wil je elke dag een beetje meer. Want als ik aan jou denk, krijg ik de kriebels weer. Vragen. Ik hoop echt dat er nog iets gebeurt, maar ja, we kunnen het niet afdwingen. Ik denk soms dat er gebeurt niks het wel, soms gebeurt het niet. Nou ja, toch, we hebben geen aliens gezien, maar toch voor een positieve afsluiting zou jij misschien een soort van tegenstraling kunnen geven op deze mast. Ga er dichtbij staan. Ja, kijk jij naar boven. Ja, en ga jij er dichtbij staan en stralen in. En jij houdt de lucht in de gaten. Ik houd de lucht in de gaten, zeker. Goed zo. Lieve buitenaardse vrienden, willen jullie alstublieft de 5G-zendmasten over de gehele aarde beschermen en een beschermschild eromheen leggen, ook hier
maar ook op andere plekken, dan zien we dus dat we als mensen best grote bedreiging... Ik zie wat. Echt? Grapje. Nou, jammer. Je bent er ook, Kees. Oh nee, dat mag niet aanraken. Oh. Corona.